Ik woon al 2,5 jaar in Nederland. Startblok is een studentencomplex waar de helft van de bewoners zijn Nederlanders en de rest zijn statushouders. Statushouders zijn natuurlijk Syriërs en Eritreërs. En we wonen samen met 560 mensen. Ik woonde 6 maanden in Amsterdam-Oost. Het was alleen met Syriërs. Maar weet je, met Syriërs kan je niet zoveel leren, want jullie komen uit hetzelfde land en hier is het iets anders, hier is het gemixt. We hebben ook het doel met het project om te kijken of we een bijdrage kunnen leveren aan de integratie en de versnelde integratie van statushouders in Nederland. In zo'n grote schaal statushouders bij elkaar plaatsen en al helemaal dat ze dan gemengd zijn met Nederlandse woonstarters. Dat is eigenlijk uniek in Nederland, maar ook daarbuiten zelfs. Met de Eritreërs is er was in het begin veel taalproblemen. Het was moeilijk om te communiceren. Met de Syriërs was het iets makkelijker. Omdat ze vaak Engels spraken en ook iets makkelijker meegingen. Ik vond het heel erg gaaf om dat van heel dichtbij te mogen meemaken en met die mensen te mogen leven. En ik sta ook heel erg voor open voor andere culturen, voor talen. Mijn vriend is Syrisch en we hebben elkaar hier leren kennen. Dus dat is een hele groot pluspunt voor mij om op Startblok te wonen. Ik vind feestjes het allermooiste hier. Want we hebben bijna elke week een nieuw feestje. En daar zie je ook nieuwe mensen altijd. En daar kun je dansen, ja, drinken, weet ik veel, je dingen doen.